Ik ben Jone van Delden van het Marne Solar Team. Dit is Famke Leeuwen. Zij is van de PR. Dat is Maarten, is van de bouwploeg. Sjoerd, René en Jetsen zijn ook allemaal van de bouwploeg. En zij zorgen ervoor dat deze boot helemaal mooi wordt gemaakt. Nou, we zijn een hele hechte vriendengroep geworden en we weten wat we aan elkaar hebben. We weten ook waar elkaars kwaliteiten liggen, dus daar proberen we heel ver mee te komen. Door goed te kijken wat de race inhoudt. We hebben goed gekeken wat is het parcours, waar moet onze boot aan voldoen. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die wij onderzocht hebben. De samenwerking en het goed informeren van elkaar, blijven informeren, altijd actueel blijven, dat is iets wat waarschijnlijk dat is het lastigste. We zijn de enige middelbare school die meedoet. Daardoor zijn we heel jong en toch beschikken we over de kennis om zo'n goede boot te maken en om ervoor te zorgen dat hij ook ver komt. Onze drijvers, onze techniek, onze stuurinrichting, dat is iets wat onze boot heel erg uniek maakt. Deze boot is al een aantal keer getest, niet dit jaar nog, maar door de goede verbeteringen gaan we ervan uit dat het goed gaat. Maar zeker, we gaan de boot nog een keer testen. Het ontwerp van deze boot komt door wat we in het verleden hebben ontdekt, waar minpunten zijn, waar nog verbeteringen te halen valt. En zo hebben wij ervoor gezorgd dat deze boot beter is dit jaar. Nou, wat wij verbeterd hebben is de stuurinrichting. De draaicirkel is dus verkleind en dat is, daar hebben wij de meeste tijd in gestoken. We zijn vaak vierde geworden, één keer zelfs derde. De jaren weet ik niet meer precies, maar over het algemeen zijn wij net buiten de boord telkens gevallen in de prijzen. Onze grootste uitdaging is, ik denk de concurrenten gewoon vol blijven. Het eerste finish, het lastigste van een race is ook het racen zelf, maar ook dat je hem wint.